Aan tafel zitten dus baanwielrenners, vrienden, trainingsmakkers en kamergenoten Jeffrey Hovland en Harry Lafrijzen. Samen goed voor de helft van de oranje medaille oogst op het WK baanwielrennen afgelopen weekend. In Berlijn was de Nederlandse ploeg oppermachtig met maar liefst 6 keer goud, 2 keer zilver en 1 keer brons. Goed nieuws met nog minder dan een half jaar te gaan tot de Olympische Spelen. Terug naar de heren aan tafel. Samen pakten zij goud op de teamsprint, gevolgd door nog een individuele gouden medaille voor Harry op de keirin. Maar het absolute hoogtepunt was natuurlijk de directe confrontatie in de finale van het koningsnummer, de individuele sprint. Everything gonna be all right this morning. Lafrijzen Hoogland. Ze liggen bij elkaar op de hotelkamer. Wie wordt de beste van de kamer, de beste van de wereld? De witte helm is het Jeffrey Hoogland. Met de zwarte helm Harry Lafrijzen. Komt de Lafrijzen eroverheen met de zwarte helm buitenom. Die deelt de eerste klap uit in deze finale. Het is een best of three. Lafrijzen met de meeste eindsnelheid. Harry's hat-trick is aanstaande. Lafrijzen staat 1-0 voor. Lafrijzen of Hoogland? Harry Lafrijzen voor weer een wereldtitel of komt daar Jeffrey Hoogland? Nee, Jeffrey Hoogland komt helemaal niet. 2-0 en Harry Lafrijzen prolongeert zijn wereldtitel. Harry's hat-trick is een feit. Een unicum in het baansprinten. En beide in deze vorm naar Tokio. Dat is om te watertanden. Ja. Ja, ik begin met Jeffrey. Erben heeft de loftrompet voor Dorian, die dus verliest, niet naar Tokio gaat. Wel een keer gewonnen heeft al, maar toch, hij gaat niet en is blij voor zijn vriend. Jij was niet zo blij voor jouw vriend, volgens mij. Laten we eerlijk zijn. Nee, in eerste instantie zeker niet. Nee, zodra het onderdeel individueel is, ga je puur en alleen voor jezelf. En ja, ik had al een jaar aan moeten kijken hoe hij wereldkampioen sprint was. Mm-hmm. En, ja. Daar kon ik eigenlijk al niet meer tegen. En dus ja, ik had in mijn hoofd van ik zal het eens recht zetten in Berlijn. Maar ja, hij was sterker en dat deed heel veel pijn. Ik las in de Telegraaf vanochtend, er ging een stoel door de ruimte. Je lag een beetje huilend op de grond in een soort yoga-sit. Ja. Klopt het allemaal? Ja, dat klopt wel. Ja, je probeert het zo sportief mogelijk natuurlijk op te vatten uiteindelijk. Maar er kwam zoveel bij me los. Ja, ik vond het gewoon ontzettend zuur. De manier waarop ook Harry zo sterk. En ik kon er gewoon bizar weinig tegen doen. En ja, toen ik daar eenmaal een beetje weer van bij was gekomen, kon ik naar Harry toe lopen. En dan gaf ik me ook al een gemene knuffel van ja, jongen, zo is het nou eenmaal. Je was sterker, maar dat was het dan alleen vandaag. Ja. Wat denk je, Harry, alleen vandaag? Gisteren? Nee, hè? Ik vond het ook moeilijk om te zien om Jeffrey zo. Zeg maar, ik had het op het begin helemaal niet door. Want we geven elkaar meestal altijd wel. We hebben ondertussen heel finaals tegen elkaar gereden. En we geven altijd elkaar wel een hand, zie je nog op het beeld. Maar dat was toch wel een korte randje als normaal, merkte ik nu wel. Ja. En toen had ik al iets door, maar ik werd meteen naar de pers geleid. En toen op een gegeven moment kwam de pers vertelde mij: heb je Jeffrey gezien? Nee, en hij heeft tegen een stoel aangetrapt. En ik schrok er even van. Ik dacht. Ja, dat was ik toch niet gewend. En ik was zelf natuurlijk heel blij in. Gewoon ontzettend blij met mijn titel. En dan hoor je dat. En dan ben je daar toch, denk je van het is wel gewoon een hele goede vriend. En dat gun je hem ook niet of zo. Dat is wel heel apart. Nee. Ja. Het is de best of three. Maar je won de eerste twee, dus hoeft de derde niet meer gereden te worden. Ja. Twee hele verschillende sprints eigenlijk. Het is echt puur powerwerk, puur krachtwerk. Ik moet je eerlijk zeggen, dat Jeffrey ziet er nog indrukwekkender uit, maar puur over het uiterlijk dan jij hebt het gevoel, of niet? Nou, ik vind ze allebei vrij indrukwekkend trouwens. Ja. Jeffrey is wel iets groter in het bovenlichaam, hè? Ja. Het is dan weer nadelig eigenlijk. Het is niet zo erg. Even kijken, eerste sprint bleven jullie lang bij elkaar. Laat maar even kijken. En uiteindelijk trekt Harry aan het langste eind. Tweede sprint is totaal anders, maar omdat het verschil zo groot is, is het leuk om te zien. Dit is de eerste. Nederlandse finale van het wereldkampioenschap sprint. We zijn in Berlijn 2020 met de witte helm is het Jeffrey Hoogland. Met de zwarte helm Harry Lafrijzen. Lafrijzen won vorig jaar. Het is een reprise van de WK-finale van vorig jaar. Toen moesten we ons in de armen knijpen. Een Nederlandse finale, maar die hebben we weer omdat deze twee krachtpatsers veel en veel beter bleken de afgelopen 2 dagen dan de rest van de wereld. Waar blijft de aanval van Lafrijzen? Daar komt hij. Hoogland moet nu tempo maken. Daar komt Lafrijzen eroverheen met de zwarte helm buitenom. Wie
deelt de eerste klap uit in deze finale. Het is een best of three. La Vrijze met de meeste eindsnelheid. 1-0 Harry La Vrijze, die eerder deze week ook al wereldkampioen op de keirin werd. Ja, je denkt eventjes, Jeffrey, even door en je hebt hem. Ja, sorry. Ingaan, laatste bocht. Zit hij naast me, dan weet je, hij kwam harder naast me. En dan weet je, als hij uit die bocht valt nog, dan krijgt hij nog iets sneller mee, dan is het gedaan. Heb je tactisch iets verkeerds gedaan? We willen de sport ook een beetje leren, hè? Denk je, nee, hij is gewoon te snel. Hij is ik heb in dit geval mijn eigen snelheid heel erg onderschat. Dus Harry jaagt me op, waardoor ik dacht van, nou, we zijn goed op snelheid. En voor deze finale heb ik extra groot verzet gestoken, zodat dat de snelheid extra hoog kon zijn in de finale. En dat is dus eigenlijk niet gebeurd, doordat ik mijn eigen snelheid niet helemaal goed in de gaten had. En Harry had het perfecte gat, perfecte timing om het zo af te maken. Want als je het gat dichtrijdt, dan... Nou, het is meer, ik had de snelheid hoger moeten maken, want hoe hoger de topsnelheid, hoe moeilijker... Maar had dat gekund? Zat dat nog in je? Ja, zeker. Oké. Maar op het moment dat ik het nu deed, was het verzet te groot en komt het dus te laat dat je op snelheid bent. Okay. En Harry, ja, wanneer wist jij van, nou, dit is kat in bakkie? Hoeveel meter? Wist je het voor de bocht al? Het is lastig te zeggen, maar ik was... Even eerlijk zeggen nu, hè? Hoe ik de lijnen reed in deze sprint, die had ik wel echt al voorbereid, zeg maar. Ja? Ik had de dag ervoor dat ik een Duitser had ik Jason Kenny in zien halen. En hij was eigenlijk niet de snellere rijder. Dus ik dacht, het is mogelijk om op de lijn in te halen, want het was eigenlijk best moeilijk in het toernooi. Maar ik dacht, als ik heel dicht bij Jeffrey kan blijven, maar wel een hogere snelheid kan creëren, dan heb ik misschien kans dat ik er al eerder omheen kan rijden dan normaal. Ja. Maar dan krijgen we dus de tweede rit. En dan zou je zeggen, nou, daar hebben we allebei iets van geleerd. Vooral Jeffrey. Maar dan zeg jij eigenlijk, Harry, weet je wat, ik ga gewoon van Akit gewoon weg. Ik fiets gewoon weg. Ik wil je nooit meer zien. Ja. Toch? Ja, ik dacht, ik ga hem opvangen. Maar toen op het begin liet hij het gat zo groot. Ik denk, als ik nu ga rijden, dan pakt hij me gewoon nooit meer. Ja. Wat ging daar dan, ik wil het allemaal weten, wat ging daar dan niet goed? Het gat werd uiteindelijk te groot. Het was wel de gok van, ik laat het gat wat groter, dan is de kans groter dat hij niet ziet dat ik ook weer op hem afsluip. Zodra ik iets weer probeerde op hem af te sluipen, om het gat weer dicht te krijgen, trok hij weer op en bleef dat hetzelfde. Mm. Bleef het hetzelfde, totdat met twee ronden ik ook wel in paniek kwam. En hij ook ging. En dan was het echt harken om erbij te komen. Dus je wist meteen al van, dit ga ik niet redden? Nee, dat niet. Ja. Je hoopt nog dat er een stukje vermoeidheid in komt... Ja. Richting, met twee rondes, dat hij stil gaat vallen. Laten we even kijken, jongens. Maar Harry in deze vorm viel niet stil. Hoogland moet iets verzinnen. Staat 1-0 achter. Werd er echt op pure snelheid afgereden. Door zijn maatje, zijn kamergenoot ook. 1-0 voor La Vrijze. Ja, Harry die blijft het gat net zo groot houden. En hier weet je het, hier ga ik vol. En hij ook. En dan is het gat te groot om dat nog dicht te rijden. Komen op dezelfde snelheid uit. Het belangrijkste om de wereldtitel. Daar gaat La Vrijze aan. Kun je niet gebruik maken van zijn dat je in de stok fietst? Ja, dat gebeurt heel iets. Want ik kom heel iets dichterbij. Maar het is gewoon niet genoeg, omdat het in eerste instantie te groot gat was. Ja. Ook doordat hij zo'n groot gat had, kon hij ook eigenlijk geen gebruik meer maken van de baan. Hij kon geen hoogte meer pakken. Want alles wat hij zou doen, werd het gat alleen maar groter. Dus, ja. Want als je hoogte pakt, laat je jezelf vallen en dan krijg je dus heel veel snelheid. Ja. Ja, jullie delen de kamers, jullie zijn bevriend. Jullie gunnen elkaar de hele wereld, behalve die gouden medaille in Tokio. Dat is allemaal sport. Grappige scène uit het VPRO-programma. Harry, jij wordt gemasseerd. En de vraag is, ja, kijk, Jeffrey zit hier ook op die kamer. Je kan niet alles met elkaar delen. Je moet iets voor jezelf houden. Namelijk de tactiek bijvoorbeeld, hoe je het aan wil pakken. En dan zeg jij, ja, als hij even de kamer af is, flesje cola halen of zoiets, dan kijk jij stiekem filmpjes. Wordt stiekem ook, geloof ik. Van hoe Jeffrey rijdt. Hè? Laten we even kijken hoe dat gaat. Ik zie jullie dan van tevoren zo samen op die fiets zitten en een beetje met elkaar praten en zo. Maar is dat dan heel erg dat jullie dan niet hebben over tactiek? Of dat een soort olifant in de kamer is, snap je? Nou, daar praten we niet over, nee. Ik had daar bij het WK, was ik er meer mee bezig. Toen, ik weet niet of ik die nacht, toen die avond van tevoren ben ik echt filmpjes gaan kijken van Jeff. Terwijl die niet eens, toen stond hij in de douche, zeg maar. Dus toen was ik er meer mee bezig. Ja, waarschijnlijk weet hij het wel hoor, maar... Ik wil hem dan niet laten weten dat ik daar aan het kijken ben. Want dan denkt hij van ja, hij maakt je druk. Ja. Dat is één goed spel. Ja. Op het moment dat je dan de baan in gaat, dan denk je niet meer van dat is Jeffrey. Nee, dat is gewoon mijn concurrent. Die moet gewoon verslaan. Ja. Ja. Begrijp het zo goed. Is het nog wel wenselijk om op één kamer te liggen? Zou je dit niet even moeten scheiden richting Tokio? Het heeft zoiets. We hebben nu steeds geluk dat...
we eerst nog een halve finale tussen hebben... waar nog alles in kan gebeuren, of je het haalt of niet. Ja. En we dus nog niet per se aan de scenario finale hoeven te denken... of eigenlijk juist niet aan het scenario... omdat je nog eerst een ronde voorbij moet. Maar het is wel tegen elkaar. Kijk, ik deel de kamer samen met Jan Bos... maar je rijdt allebei je eigen race en je eigen snelheid. Ja. Maar jullie moeten elkaar echt een beetje aftroeven. Dat kan me niet voorstellen dat er niet ergens... een klein beetje psychologische oorlogvoering is. Stiekem s'avonds, lampje aan, lampje uit of zoiets. Het valt echt mee. Deed jij dat? Nee, ja, dat heeft geen zin, want je moet je eigen race rijden. Maar je zit ook met je eigen nachtrust en je moet jezelf ook niet gaan afleiden. Lampje aan, lampje uit. Zeg maar, als je bezig bent met hem afleiden, uit, lampie, ben je er zelf ook niet met je kop bij. Dat is mijn mening. Echt niks. Ja, we zijn ons ook aan het voorbereiden op hetzelfde. Dus op de een of andere manier, ja, we denken allebei dat we het goed doen. En dat weet je aan wie ik denk? Denken? Henk Grol en Roy Meijer samen op een kamer. Ja, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Voor te stellen. Dit zijn twee lieve jongens. Ja. Maar ook voor de halve finale moest Jeffrey moest tegen Paul Rudijk. Heb ik heel vaak tegen gereden. Daar wil ik je even komen helpen. Dan zeg ik van ja, die doet dit, die doet dat. Dan we gunnen elkaar denk ik wel 1-2, zeg maar. Dat is ons doel altijd. Dus, Heeft het dan ook heel veel... Is het makkelijker omdat jij bent natuurlijk individueel één keer... maar je pakt er ook nog eentje samen, hè? Dat helpt heel hard mee. Dat is de hele basis van dat wij in deze finale kunnen komen, wat mij betreft. Daar trekken wij naar zo'n hoog niveau op die teamsprint. Maar het is niet het koningsjaar, ga toch even pesten. Ja, het is leuk, die teamsprint, win hem vooral. Ja, maar het is niet het koningsnummer. Dat is waar met ons bondsprogramma over... Ja, daar ligt de focus op. Voor dat programma worden we eigenlijk ondersteund door de NSF en de partners. En als we de teamsprint niet hadden, dan zou ik Jeffrey niet motiveren in de training. Want, nee. Ja, voor de teamsprint kunnen we, gaan we voor goud. Dan motiveer ik motiveer al mijn teamgenoten van we moeten even hard trainen. Dan kunnen we samen Jeffrey, voor goud. Kan jij hem pakken? Jazeker. Want toen hij daar op de tafel lag, met die wedstrijd had ik hem nog te pakken op het EK. De laatste overwinningen zijn voor hem? Het WK. Ja, ik had hem dan het EK nog. En het WK daarvoor was hij ook sneller. En ik heb iets met een EK blijkbaar. Nee, hè? Mag je wel denken. Is goed. Mag je wel denken, ja? Ja, zeker. En meet jullie de hele dag met jullie zijn maar daarom zijn jullie toch ook zo ongelooflijk goed. Want jullie hebben geen wedstrijden meer volgens mij tot aan de Spelen. Maar jullie trainen iedere dag samen. En iedere dag maar dat niveau. Die Engelsen, die komen toch helemaal niet meer aan de bak. Die doet er helemaal niet meer mee. Volgens Sir Chris Hoy, de koninklijke hoogheid op deze... die komen de Engelsen niet aan de bak. Nee. Die zegt, dat halen ze nooit meer in. Dat zou heel mooi zijn. Die wist niet wat hij zag toen jullie aan het werk zag dit weekend. Ja, dat is ons droomscenario. Met wereldrecord teamsprint met 1,2 seconden voor. Ja. Medailles. Maar vind je dat niet... 9 medailles. Maar dit is toch vrij eng, jongens? Ik ga kijken, ik ben erbij, hoor, zeker weten. Maar dat het zo goed gaat... Ja. Wereldrecord met de teamsprint en niet een klein beetje. Dat is echt, je kunt je niet voorstellen. Wij zaten in Hamer en met alles ging over schaatsen. Maar dat wereldrecord met die teamsprint, dat is gewoon bizar. Dat is gewoon bizar hoe hard het gaat. Ja, oké. Okay. Roy van den Berg is de starter. Rechts de Britten. De Britten in de vorige ronde. Een seconde langzamer bijna. De start van den Berg, dan Lafrijze en dan Jeff Hoogland, de derde man. Onwaarschijnlijke tijden in die kwalificatie. 17-0 van den Berg, 17-0-5-9 is nog sneller. Dan kijken we toch stiekem een beetje naar de klok. Kunnen we uitkomen? Weer kan dit trio, weergaloze trio, uitkomen op weer een wereldrecord. 28-9-9 zitten ze maar een fractie. En dan heb ik het over honderdste boven het wereldrecord. Dat ze een uurtje gereden reden. Nu Jeff Hoogland 12-3 reed. Die kom je uit op 41-2-2-5. Weer een wereldrecord. Ja, ja. Jongens, veel succes. We gaan jullie volgen. Veel succes in Tokio. Dankjewel. Blijf vrienden.